Wie zijn wij en hoe hebben wij dit gerealiseerd? Wij zijn team van Gestel. Mijn vrouw Lisette van Gestel was 29 jaar werkzaam in de sociale dienstverlening. Tot zij in 2015 zelf kon beslissen om haar tijd liever te investeren in haar quality time. In vrije tijd. Mijn naam is Hans van Gestel en ons avontuur begon zo'n 30 jaar geleden. Maar de echte ommekeer was eigenlijk in 2012 toen wij de beslissing hebben genomen om dit bedrijf heel serieus te nemen en hier serieus aan te gaan werken. Met één belangrijk doel, en dat doel was voor ons ons leven namelijk leiden op onze voorwaarden en niet door voorwaarden die door onze omgeving gecreëerd worden. Dus niet afhankelijk zijn van die derde partijen die bepalen wanneer ik vrij kan nemen, wanneer en hoeveel inkomen ik ontvang. Dit is ook zeker ontstaan door een privé situatie. Zowel mijn vrouw als ik hebben beide onze vaders verloren toen ze 65 waren. En hebben ook daarmee gezien dat er twee moeders achterlieten die ongelukkig waren. En eigenlijk voor hun ook een heel stuk levensgeluk verdwenen was. En dan kom je tot de conclusie dat werken tot je 67 misschien niet het mooie ideale doel is om na te streven. Maar dat je daar iets anders, een andere invulling aan wil geven. Dus niet werken tot je 65, maar eerder kunnen stoppen of meer vrijheid hebben vooraf. Maar ja, we hebben toch inkomen nodig om te kunnen leven, om een brood te kunnen kopen. Want met liefde kunnen we geen brood kopen. En je kunt ook niet zomaar zeggen, oké, ik ga dan iets doen en ik zeg mijn baan op. Dan moet je natuurlijk wel een plan hebben en een mogelijkheid hebben om dat te doen. Ik heb zelf ook in het verleden al een keer eerder de stap genomen om zelfstandig ondernemer te zijn. Dus het klassieke ondernemen. Ik heb een eigen herenkledingzaak gehad op een A1 locatie in Den Bosch. 2 jaar heeft die geduurd en het was een hele dure les, kan ik zeggen. Maar ja, dat is wel een manier van inkomen. De kleine zelfstandigen die werken heel hard en hopen dat het lukt om hun winkel overeind te houden. Wat vaak het probleem is, wat men niet realiseert als men daar heel enthousiast aan start, is dat je als je wil groeien en als je dus meer vrijheid wil creëren, dat je moet dupliceren en meerdere zaken moet hebben. Want anders blijf je als ondernemer altijd aan de zaak verbonden, altijd maar tijd investeren om daar een inkomen uit te genereren. Wat hebben de grote bedrijven gedaan? Die hebben die concepten gedupliceerd, leveren rendement op en dan kun je een inkomen opbouwen waar je niet meer afhankelijk bent om zelf altijd aanwezig te zijn in de winkel. En groeien, dat is ook een risico, want het kost altijd weer geld, altijd weer tijd, nieuwe voorraden aankopen, nieuwe panden, nieuw personeel. Het zijn vaak grote risico's weer opnieuw nemen om te kunnen groeien. Dus dat groeien is voor mij niet gelukt met mijn eigen winkel. Ik heb dat 2 jaar volgehouden met het idee om daar een heel groot concept van te maken. Maar helaas mislukt. Daarna ben ik in het bedrijfsleven verder gegaan. Ik heb mijn HTS-diploma op zak. En ook een succesvolle carrière opgebouwd in het bedrijfsleven. Alleen ook daar merkte ik na 16 jaar in loondiensten hebben gewerkt. Dat je daar ook heel erg afhankelijk bent van de situatie. Van omgevingsfactoren. Van de marktsituatie. Van je leidinggevende. Van de grootte van het bedrijf. Zoveel factoren die bepalen of jouw carrière door kan groeien. Of dat je een bepaalde fase stabiliseert en stilstaat. Bij mij was het na 16 jaar een stabilisatiefase. Ik was pas 45 en ik moest nog 23 jaar tot mijn 7 of 68 jaar doorwerken. Dat was natuurlijk geen leuk vooruitzicht. En ook hier was het tijd inleveren om een salaris te ontvangen. Tijd inleveren om een salaris te ontvangen. En wat me heel erg tegenviel eigenlijk was dat ik mijn vakanties moest plannen wanneer het bedrijf bedrijfssluiting had. En dat het altijd in de dure periodes was. En dat ik veel te weinig vakantiedagen had, naar mijn zin. Dus ik vond dat het anders moest. En ik had wel eens gehoord van de term passief inkomen. Dat klinkt natuurlijk heel interessant. Wat ik net heb verteld is actief inkomen. Ik lever tijd in en ontvang geld. En ik ontvang geld. Een passief inkomen is eigenlijk een inkomen wat doorgaat. Ondanks dat je er zelf niet de tijd voor moet blijven investeren. Denk bijvoorbeeld als je een boek geschreven hebt. Dat je daar de royalties van krijgt. Elke keer als het boek over de toonbank gaat, krijg je daar een stukje vergoeding voor. Terwijl je het boek maar 1 keer geschreven hebt. En bij ons bedrijf, LR, Health & Beauty, heb je dus de mogelijkheid om een passief inkomen op te bouwen. En gelukkig heeft iemand ooit de moed gehad om mij uit te nodigen en mij dit verhaal uit te leggen. Zodat ik de kans had om iets aan mijn situatie te gaan doen. En we hebben het kunnen gaan doen met LR. We hebben onze dromen kunnen realiseren. En we leiden ons leven nu op onze voorwaarden. Dat is heel prettig. Door een passief inkomen op te bouwen met LR. We hebben geen investeringen hoeven doen in panden. Geen investeringen hoeven doen in voorraden. Geen personeel hoeven aannemen. Geen risico's hoeven te nemen. En geen stress door financiële risico's. Die vaak heel veel ondernemers moeten nemen. Om überhaupt te kunnen groeien. En de formule van LR is al 35 jaar een succesverhaal. En hoe mooi is het dat je ergens aan kunt beginnen. En dat je weet, 100% zeker,
dat het een succesverhaal is en dat het makkelijk te dupliceren is. Dat mensen die het voor hebben gedaan, jou exact uitleggen hoe jij hetzelfde succes kunt bereiken wat zij hebben bereikt. Do this, get that. Zo werkt het wel. Logisch is het bedrijf ook. Het concept is verklaarbaar. Het is te begrijpen, te simpel en het is succesvol. En je hebt ook geen reden daarom om dit bedrijf niet serieus te nemen. Omdat het allemaal verklaarbaar is. Het gevoel is goed en doordat het gevoel goed is, kun je het ook uitdragen. En waarom zou ik het niet serieus nemen? Ik denk dat eigenlijk niemand het zich kan permitteren om een geweldige kans niet serieus te nemen. Of in ieder geval zich niet te laten informeren over die geweldige kans. Wij konden het ons toen in ieder geval niet permitteren om dit niet serieus te nemen. En hoe vaak kom je in je leven iemand tegen die jou een opportuniteit aanbiedt, die in jou gelooft en die samen met jou een succesverhaal wil gaan opbouwen, een mooie toekomst wil gaan opbouwen. Iemand die het goede met je wil en iemand die samen met jou vooruit wil kijken naar een hele mooie toekomst. Wij hebben die kans heel serieus genomen en binnen 14 maanden na die keuze gemaakt te hebben, heb ik ontslag kunnen nemen bij mijn werkgever. Dus ik heb ook niet mijn job eerst opgezegd, ik heb het eerst parttime naast mijn werk gedaan, naast een drukke baan. En 14 maanden later heb ik ontslag kunnen nemen. Niet veel later kon mijn vrouw ook ontslag nemen. En die is eigenlijk sinds haar 50ste verjaardag al met pensioen. Gestopt met werken voor onze werkgevers. En we genieten van een aanzienlijk passief inkomen. En van onze vrijheid. More quality for your life. Wil je ook weten wat je dan moet doen om dit ook te bereiken wat wij hebben bereikt? Kijk dan even naar het volgende filmpje.